Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Op RTL 4 startte deze week de nieuwe reality show Hotel de Toekomst, waarin presentator Martijn Krabbé 8 werklozen de kans geeft op een baan in een nog te renoveren hotel. Een heel nobel idee. Om deel te nemen moeten ze 3 maanden lang huis en haard achterlaten en keihard aan de slag in het hotel en het wordt afzien. Verbouwen, leren, werken en met 8 vreemden dag en nacht doorbrengen. Een betaalde baan en voor iedereen. Want dit programma is geen afvalrace en werkeloos zijn is geen wedstrijd. Nee, geen wedstrijd dus. Maar van de 6000 kandidaten die zich hadden aangemeld, werden er uiteindelijk toch maar 8 uitgezocht. En die willen we blijkbaar dan toch zien lijden. Tuurlijk, ze kiezen er zelf voor en ze hoeven natuurlijk niet mee te doen van de sociale dienst. Maar de kandidaten vinden zelf nou ook niet bepaald dat ze een keuze hebben. En hoeveel sollicitaties heb je gedaan, als ik vragen mag? Nou, in de afgelopen 11 maanden zit ik nu aan, nou, als ik ze wel heb geteld, 54. Zo gauw je geen 20 meer bent, ben je afgeschreven volgens mij. Tel je in deze maatschappij, tenminste hier in de buurt, niet meer mee. Als je vroeger geen toekomst meer zag, dan ging je gewoon het leger in. Of je emigreerde naar de andere kant van de wereld. Tegenwoordig hebben we daar dus als laatste redmiddel allerlei reality-programma's voor. Want binnenkort start bij RTL een soortgelijke serie voor herintredende moeders. En ook SBS6 komt binnenkort met een show om werklozen weer aan een baan te helpen. Volgens de zenders gaat het om maatschappelijke betrokkenheid. En dan zijn 1 miljoen kijkers natuurlijk gewoon leuk meegenomen. En ja, dat er wel eens een busje van uitzendbureau Tempo Team voorbij rijdt, dat ziet er natuurlijk gewoon erg leuk uit. Deze week waren veelvuldig beelden uit Suriname op tv te zien. Zo speelt de soap Goede Tijden Slechte Tijden zich daar nu tijdelijk af. Het tripje van de crew is uiteraard gesponsord door vele bedrijven. Van de Surinaamse vliegtuigmaatschappij tot de producent van een muskietenbandje. Het zou subtiele promotie voor het land moeten zijn, maar vooralsnog levert het klokhuisachtige educatie-tv op. Maar die mensen hier die hebben niets. Maar volgens mij zijn ze gelukkiger dan wij in Nederland. Maar je kan niet vergelijken. Als je niks hebt, dan weet je niet beter. Ja, maar onderschat die educatieve waarde niet hoor. Want nu weten alle GTST-kijkers dat je met naaldhakken nooit de jungle in moet gaan. Het is hier echt fantastisch. We staan hier midden in de jungle en weet je dat ze hier niet eens schoenen dragen? Het nieuwe NCRV-kookprogramma Terug naar mijn Rotti van tv-kok Ramon Beuk heeft een hele andere insteek ter promotie van Suriname gekozen. Aan de hand van het koken met de plaatselijke bevolking en een spoorloosachtige zoektocht naar zijn roots leren we Suriname pas echt goed kennen. Voorgerechtjes, dat is niet echt Surinaams. Gewoon al het eten op tafel. Eens kijken hoe ze reageren. Peper, suiker. Ja, je kunt het land bijna ruiken. Mooie tv. Maar ja, daar kijken dan weer geen 1,5 miljoen mensen naar, zoals bij GTST. Op Nederland 3 probeert knuffelmarokkaan Ali B het beeld van jonge rappers op te fleuren met Ali B op volle toeren. Een rapper maakt een hippe versie van een oer-Hollandse hit uit vervlogen tijden. En de zanger van dat nummer maakt dan weer een tulpenversie van zo'n lijp rapnummertje. En dat levert vertederende tv op. Neem nu alleen al de ontmoetingsscène van vorige week tussen Ali B en oud-songfestivalzangeres Lenny Koer. Leuk om je te ontmoeten. Dat vind ik ook. Dankjewel, het gaat vrij. Zie je jas uit doen? Nee, wij zijn rappers. Dat was eventjes heel vreemd. Er zaten zeeën tussen ons en dat kon je ook heel goed zien. En zeg maar, die zee, dat is gewoon een soort illusie. Lenny is gezellig en Lenny heeft me bier gegeven. In de aflevering van deze week maakten Ali B en consorten een rapversie van Ben Kramers. Hij was maar een clown. En dat werd wel een hele vrije interpretatie. Ik ben geen clown, ik ben een man en deze man is moe. Niet huilen, ik ben wel een clown. Kijk eens wat ik doe hier. Voor Ben Kramer was het een echt leermomentje. Hij zegt nu heel anders en veel positiever naar rappers en rapnummers te zullen luisteren. Maar of dat andersom ook zo is? En dan was er deze week ook nog Arie Boomsma, die probeert een lans te breken voor jonge homo's. Met een tv-camera erbij durven ze eindelijk aan pa ma te vertellen dat ze homo zijn, in Karo's uit de kast. Arie zegt dat hij komt filmen voor een ander onderwerp, schuift gezellig aan bij een potje gourmetten, en dan komt het hoge woord eruit. Wat ik jullie dus wil vertellen is dat ik op mannen val. Ja, het is niet anders. Niet dat het erg is, maar... Arie blijkt het op een integere manier aan te pakken. Overigens durfde Arie het nog niet aan om in Marokko een lesbisch meisje uit de kast te duwen voor haar islamitische ouders.
Er blijft dus nog genoeg missiewerk over. Maar of een tv-camera daar nou het goede middel voor is... Kassie Kijken met Ron Vergouwen.